Goed, ik ga samen met jullie het gerecht maken van de rode biet. We hebben de gebarbecuede rode biet. Een mayonaise met kaffirlimoen. Een crème van pastinaak. Beluga linzen, lekker aangemaakt met gerookte vinaigrette. En kroephoek gemaakt van zwarte gepofte knoflook. We hebben een mooie geroosterde rode biet. Die hebben we afgekookt met een klein beetje frambozaazijn. Waardoor die een mooi fruitig zuurtje krijgt, zoals wij dat noemen. We gaan de biet op het bord leggen. We willen mooi een beetje lucht creëren in je gerecht. Zodat het een beetje omhoog komt. Dat het niet al te plat is. Dan gaan we de kaffir mayonaise erop doen. We hebben een mayonaise gemaakt met kaffirlimoen. Kaffirlimoen is een hele aromatische Aziatische limoensoort. Hij geeft een mooie parfum aan dit gerecht. Doen we lekker stipjes over je hele gerecht heen. Mooi verdelen. Ditzelfde doen we met de pastinaakcreme. De pastinaakcreme doen we dan iets dikkere dotjes. En dan iets minder. Zo maken we 3 mooie dikke dotten van. Pastinaak is een worteltje, lekker zoet. Heeft een mooie kruidige smaak. Dan doen we de linzen op het gerecht. De linzen zijn aangemaakt met een vinaigrette met gerookte olijfolie. De vinaigrette kan je er lekker bij doen. Waardoor de biet ook meteen mooi op smaak wordt. Dus die verdelen we lekker zo over het gerecht heen. Het lijkt wel een soort vegetarische kaviaar, lijkt het wel. En dan als laatst hebben we kroephoek gemaakt. Kroephoek hebben we gemaakt van tapioca korrels. Dat is zetmeel van de cassavewortel. Die laten we dan drogen en die hebben we aangemaakt met zwarte knoflook. Dat is zwarte knoflook die helemaal eigenlijk warm gerookt wordt, waardoor de knoflook helemaal zwart wordt. En die hebben we aangemaakt met tapioca, daarna gedroogd en gefrituurd. Dan krijg je een mooie zwarte kroephoek. En dit is het bietengerecht. Goed, we gaan nu het witlofgerechtje bereiden. We hebben de gemarineerde witlof, de miso beurre blanc, ingelegde zomertruffel, peterseliewortelchips. Wat even belangrijk is dat je een pan water opzet. Dat je hem aan de kook brengt. Als hij aan de kook is, dan doe je het zakje met miso beurre blanc. Doe je in de pan met kokend water. En dan haal je de pan van het vuur af. Of je zet het vuur uit natuurlijk. Dan het volgende. Dat laat je 5 minuutjes in de pan zitten, zodat de saus lekker warm is. Reden is, er zit natuurlijk vetstof in de saus. Dat mag je absoluut niet koken. Dus als je de saus in een pannetje doet, en je denkt ik doe het lekker in een pannetje, want ik heb voor 4-6 boxen besteld. Dat kan natuurlijk, maar breng alsjeblieft de saus niet aan de kook. Een klein blufje en het is genoeg, anders kan ik de schift ingaan. Dan hebben we de witlof. Deze witlof is rauw en die hebben we lekker gemarineerd. Het is lekker een beetje zoet-zuur. Wat we daarmee gaan doen, is we gaan de kou eraf halen. Wat wel belangrijk is, zoals ik al zei, de witlof is rauw, is dat die rauw blijft. Dus ga niet de witlof koken, want dan wordt hij heel slap en dan mist het zijn knapperigheid. En het is juist dat knappertje wat met dat zoetzuur wat het extra lekker maakt. Dus je pakt een pannetje die een beetje warm is. Dan doe je de witlof erin, roer je hem even door en dan doe je hem lekker in een voorverwarmd bord. Ik heb expres een bord gepakt wat een beetje een kommetje is. We hebben lekker wat saus, lekker wat knapperige dingetjes. Het lekkerste is om dit lekker bij elkaar te eten als een soort, bijna als een soort pasta. Dus dat wil je in een diep bordje doen, zodat alle smaken lekker bij elkaar blijven. Als je dit in een plat bord doet, dan loopt alles een beetje van je bord af en dan mis je een beetje de beleving van dit gerecht. Dan hebben we de witlof. Zoals ik zei, je pakt dus even een heet pannetje. Dan roer je lekker de witlof er doorheen. En zoals ik al zei, de witlof
Hij is nu niet gekookt of zo, dus hij is nog rauw. Maar hij is wel warm geworden. De reden dat ik ook zeg, pak een hete pan. Hè, je hoort het best wel even sissen. En daarna klaar is echt omdat als je het nu op het vuur doet, dan gaat je vocht koken met de witlof erbij. En dat is gewoon echt zonde. Wat wel belangrijk is bij dit gerecht, is ook een warm bord. Hè. Wat we dan doen, we doen de witlof in het bord. En dat vocht, dat mag er lekker bij. Dat is lekker dat zoetzure. Zorg er ook voor dat de witlof een beetje verdeeld is over je bord, dus dat het niet zo'n hoopje wordt. Want dan ben je straks aan het eten en het enige wat dan nog over is een hoopje met witlof. Dan haal ik het zakje met saus uit het water. Dan pak je een schaar. En maak je hem open. Ik zal een schaar pakken. Kors gebruik ik geen schaar. Hè. Ik doe alles met een mes. En dan doen we lekker de saus over de witlof heen. Lekker bedekken. Ja, dit is een beurre blanc met miso. Beurre blanc betekent dat we lekker mooie boter gebruikt hebben. En een castrique. Castrique is natuurlijk op basis van azijn en witte wijn. Dus er zit mooi zuur in dit gerecht. En dat is natuurlijk ook wel een beetje vette saus. En we hebben de ingelegde zomertruffeltjes. Dat doen we altijd in de zomer. Als de zomertruffel op het best is, kopen we een grote batch met truffel in. En die leggen we op, die snijden we dan, die leggen we op olijfolie. Nou, dit is de lekkerste truffelolie die er is. Dus die doen we er ook gewoon bij. Niet zo'n gassige truffelolie die je kan kopen, maar dit is gewoon echt olijfolie die op truffel heb gelegen. Dus dat is echt top. En dan doen we de peterseliewortelchips. Verdelen we over het gerechtje. Ja, dan heb je straks in elke hap heb je een beetje truffel, een beetje saus en die gemarineerde witlof. Hier hebben we het knolgerechtje. We hebben mooi de knolselderij. We hebben kruidenpizza, de knolsjus, een crème van knolselderij en gemarineerd mosterdzaad. Voor het knolgerechtje hebben we weer een pan kokend water nodig. Daar doen we de plakken knolselderij, de knolsjus en de knolcrème. We doen de zakjes erin en we zetten de pan uit en we wachten weer 5 minuutjes. Ik heb nu de producten opgewarmd, dus ga ik ze uit mijn pannetje halen. Goed, dan beginnen we met de knolselderij. Het zijn 3 plakken. En wat je doet, dat kan alleen wanneer ze echt goed op elkaar liggen, anders moet je ze even plak voor plak doen. Snij ze in het midden, snij ze 1 keertje in. En wat we dan doen is we maken een soort trechtertje ervan. Dat hij een beetje zo'n kokertje heeft. En leg je hem in je voorverwarmde bord uiteraard. Zo weer, dat het een beetje zo'n schelpje wordt. Leg je mooi in het midden. Dan pakken we de knolcrème. Snijden we een klein hoekje uit. Dan doe je een dotje in het midden. En een dotje in alle hoekjes. En dan spuit je lekker het zakje leeg. Zo. Dan pakken we de knolsjus. Dat kan je even beter met een schaartje doen. Want de knolsjus is vloeibaar natuurlijk. We zorgen ervoor dat het lekker over de knolselderij heen gaat.
En dan het gemarineerde mosterdzaad. Die doe je eigenlijk een beetje hetzelfde als de knolselderij. Verdeel je lekker over je bord heen. En dan, wat ik persoonlijk erg lekker vind, is een beetje gemalen peper eroverheen. Even net die power te geven aan dit gerecht. En dan hebben we lekker de kruidenchips erbij. Dat is mooi gebakken phyllo deeg en er zit een beetje parmezaan bij. Dragon, munt, olijfolie. Een mooi krokantje erbij. Dan hebben we hier het knolselderij gerecht. We hebben hier het hartige taartje van Vadouvan en Prei. Krokant gebakken uitjes, gemarineerde rode ui, pompoencrème en de vinaigrette van grove mosterd. Goed, dan gaan we met jullie het hartige taartje bereiden. We hebben een taartje, er zit bladerdeeg omheen. En we hebben een, het is eigenlijk een beetje quiche-achtig. We hebben lekker gesmoorde prei, we hebben lekker gesmoord met Vadouvan specerijen. Het is een Indische currymengsel, dat zijn currybladeren, die worden lekker ingelegd met fenugreek en andere specerijen. Wat je doet, je pakt het taartje en die doe je 7 à 8 minuutjes in een voorverwarmde oven op 160 graden. Terwijl het taartje in de oven zit, doen we de pompoencrème in een pan met kokend water. En dan zetten we de hittebron uit en wachten we 5 minuutjes. Goed, ik heb nu het taartje uit de oven gehaald. Het is mooi warm geworden natuurlijk. Je zou hem nog even kunnen testen als je twijfelt, als je nog niet zo'n sterke oven hebt thuis. Doe je er een ct-prikkertje in of een tandenstokertje en leg hem aan de onderkant van je lip. Dat is de dunste huid die je hebt, dus dan voel je goed de temperatuur. Als je nou heel erg heet is voor de verbruik je lip. Dus... ook weer vaak krijgen natuurlijk. Wat we dan gaan doen, je haalt de pompoencrème uit het water, die is goed warm geworden. Dan snij je een klein stukje eraf, niet te groot, dan loopt alles eruit. En dan maak je mooi één dikke dot. Dit is lekker de pompoencrème, hebben we gekarameliseerd in de oven. En daarna een mooie crème ervan gemaakt met gebakken boter. Dan heb je taartje. Dit is wel even warm, maar het aluminium dat koelt best wel snel af. En die druk je zo in een pompoen. Blijft aan je taartje mooi staan en je hebt lekker wat smeuïgs voor onder je taartje. Dan doen we de gemarineerde rode ui. Wat je best kunt doen, even het bakje misschien nog aandrukken voor de zekerheid en dan even husselen. We hebben hem gemarineerd, dus dan gaat de marinade weer lekker onder de ui heen zitten. Dan doe je hem mooi boven op het taartje. Dan hebben we de krokante gebakken uitjes. Die doen we hetzelfde, ook lekker erop. We hebben lekker een krokantje bij dit gerecht, een lekker frisje. En om het af te maken hebben we vinaigrette van grove mosterd. Ook het bakje even kort schudden. En die doe je mooi langs het bord. En dan hebben we het warme, hartige taartje van Prei met Vadouvan. We hebben het chocoladedessert. We hebben chocoladetaart, we hebben de specerijenkrumbel, mokka, merengue en een mooie saus met aalbesjes en andere rood fruit. Gaan we nu het dessert opmaken. We pakken de chocoladetaart. We hebben hem in een bakje gedaan. Ik vind het zelf niet zo makkelijk om zo met je handen in te gaan. Dus we knippen hem open. We maken dan hier een knipje, hier een knipje. En dan buigen we het bakje. En dan knippen we zo het voordeurtje open. En dan pak je hem met een mooi paletje. Als je geen paletje hebt, dan pak je gewoon een dun mes. En dan doe je hem een beetje links van je bord.
Dan hebben we de specerijencrumble. Die doen we mooi rechts van het bord. Dan hebben we de mokka merengue. Doe de merengue niet te ver van tevoren op de chocoladetaart. Dus het is echt het idee dat je de merengue erop doet en dan gelijk aan tafel gaat. Merengue is gedroogd eiwit. En wat je dan krijgt is dat de eiwitten die gaan het vocht onttrekken. Dus dan wordt je merengue heel soppig. En dan hebben we de aalbessensaus. Knip er natuurlijk een stukje uit. Maak je het zakje een beetje open. En doe je die mooi zo rustig aan rondom het bord. Het chocoladedessert.